Ik ben vandaag op de Strabrechtse Heide, een 1500 hectare groot heidegebied, net onder Eindhoven. En de zon gaat bijna onder, het is namelijk eind van de middag, dus ik ga nog snel even rondkijken. We staan nu bij het Beuven en hier zit een zilverijger te vissen. Heel behoedzaam en behendig loopt hij door de modder, alsof hij zichzelf niet vies wil maken. Maar dat maakt hem helemaal niet uit. Hij is zo behendig om voorzichtig het water erin te kunnen kijken. Hij moet goed kunnen zien wat er onder water gebeurt. Met zijn rechtervoet, hij is rechts georiënteerd volgens mij, trappelt hij in het water. Zo krijgt hij beweging in de modder. Of in de planten die daar liggen. En dat schrikt beesten op. En die probeert hij dan te vangen. Ja, daar gaat hij. Hij heeft er eentje. Ha, zo snel is hij. En hij gaat snel weer verder op zoek naar een volgende prooi. Hij krijgt al een beetje baltsveren. Dat zijn die lange veren die wat sierlijk om hem heen hangen. Die gebruikt hij niet om te vliegen, om zichzelf warm te houden. Die hangen er maar een beetje losjes bij. Maar straks met een balts, dan heeft hij ze nodig. En daar gaat hij. Prachtig sierlijk door de lucht. Op zoek naar een ander plekje. De vogelkijkhut, daar ga ik nu niet in, want hij is op het zuiden gericht en de felle zon die schijnt dus recht in mijn ogen, dus ik kan ook bijna niet zien wat voor de vogels er op het ven zitten. Ik ga weer verder. Met die ondergaande zon lijkt de heide in brand te staan. Zo 2 jaar geleden, in 2014, is hier de laatste heidebrand geweest. En in 2010 was hier ook een hele grote heidebrand. En die sporen kun je nog steeds zien. De bomen, die grove dennen, die zijn aan één kant helemaal bruin. En aan de andere kant groen. Aan die kant kwam namelijk de wind. En de wind die blies de vlammen in de boom. En door de droogte kwamen die dennen in brand te staan. Aan die kant vatte die vlam, daar werd die aangetast. En de andere kant bleef leven. Alle bomen in dit gebied zien er allemaal zo hetzelfde uit. Bizar, hè? Veel planten en dieren hebben de brand overleefd. En je kunt ze gewoon nog vinden hier in het gebied. Eén ervan is wel een heel toepasselijke soort. Het is namelijk de heidelucifer. Het is een kosmos. Vorige week hebben we al een aantal kosmossen gezien samen met Frans Kapiteins in de Loonse en Drunense Duinen. Maar hier staan ze ook. Die heidelucifer heeft helemaal niks met die brand te maken. Hij ziet er alleen uit als een lucifer. Hij heeft namelijk een rood kopje. Dat rode kopje lijkt een beetje op het kopje van een lucifer. Ze zijn ook ongeveer net zo groot als een lucifer. Dus vandaar dat die vergelijking heel snel wordt gemaakt. Je hebt ook nog het rood bekertjesmos, die lijkt er heel erg op. Maar die heeft meer een soort van bekertje, een trechtertje. Maar die is ook in dit gebied te vinden.
Wat een prachtig mooi gebied hier. Ontzettend uitgestrekt. En wat is het hier stil. De zon die gaat ook een dutje doen. Hij gaat weer onder. Laat nog gauw nog even de gouden zonnestralen zien. Voordat hij helemaal weg is. Ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar mijn vlog. Je kunt me volgen op YouTube, Facebook, Twitter en Instagram. En dan zie ik je volgende week weer. Tot dan. Doei.